Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe video. Nou, mijn stem is nog niet helemaal goed, maar dat mag de pret niet drukken. Ja, voor de bekende, jullie hebben het gezien, GTA 6, ja, de trailer van GTA 6 is uitgekomen. En daar wil ik het eventjes over hebben. Ik wil even alle details wil ik gaan bekijken. En ja, beetje zonder stem, dus af en toe kan mijn stem ineens weg zijn. Maar dat mag de pret niet drukken. Ik ben hier samen met Rob. Goedenavond allemaal. Goedenavond, Robbie. En ik ben hier samen met Ramonski. En ook van mij komt een hele goede avond. Nou, helemaal super. Ja, laten we gaan beginnen, jongens. Ik heb al een trailer gezien. Ja, ik zat komen te kijken en er was de video van verwijderd. Omdat hij beelden van GTA 6 op zijn YouTube-kanaal gezet had. Dat mocht dus niet. Maar vlak voor deze podcast zat ik DaVinci Games te kijken. En die heb gewoon de beelden laten zien. Dus ik snap er niet helemaal van. Ik ga in ieder geval niet risico nemen. Ik heb 41 screens gemaakt. 41 screenshots gemaakt. En die gaan we bekijken. Samen met Rob en Ramon gaan we het dus hebben over de nieuwe GTA 6. Ik ben echt hyped. Ik ook trouwens. Dus ik wil het graag weten van hoe en wat alles is. Ja, precies. Ook zo, mij lijkt het ook leuk om een beetje te weten hoe dat allemaal zit. Zeg ik. Ja, het videootje, de eerste trailer duurde iets van 1 minuut 40 of zo, 1 minuut 30. Ongeveer. Ja. Dus maar, omdat dus de beelden, elke keer een probleem is met de beelden, heb ik dus screenshots gemaakt. En we gaan de eerste foto bekijken die ik wil laten zien. En de eerste foto, ik ga even doorsturen. Dat weet hun welke het is. Ja, precies. Natuurlijk. Ja. Mm-hmm. Even kijken. Dit is de eerste foto, jongens. Oh ja. Bekijk hem even goed. Okay, zo, wat is ik zeggen? Meer. Zo, dat is ik helemaal maar zeggen. Ja, je ziet dus, het begin eigenlijk van de video, zie je. Ja, klopt. Een soort, ik denk dat het een gevangenis is of zo. Ja, of zo. Ja. Zie je wat, zie je overal hekken met pikkeldraad eromheen zo. Ja, maar moet je lucht kijken, die zon. Prachtig. Ja, dat zag ik ook. Ja, dat is ook wel heel mooi om te zien. Ook inderdaad. Dat geeft wel een heel mooi Volgens mij is dat meer van de zonsondergang dit. Ja, prachtig hè. Ja, dat is ook heel mooi. Echt. Dat is eigenlijk mooi gedetailleerd. Maar inderdaad wat je zegt, hè, weet je wel. Want dat is volgens mij een soort van de gevangenis. Ja. Nee, hier is het wel drinken. Ik vind het inderdaad wel mooi. Kijk, er is nog wat aan de prikkeldraad blijven hangen. Mm-hmm. Ja, inderdaad. Gekomen zijn. Echt, ik vind het echt mooi. Ja, dat is zeker niet verkeerd. Ik denk dat die details heel erg mooi zijn. Ja. GTA 5 was wel mooi, maar dit is wel echt het uiterste van het uiterste. Ik vind het echt heel erg mooi. Dat is zeker wel heel mooi gezet ook. Ook even zo lang doen, weet je wel, maar het ziet er wel prachtig uit. Zeker. Gaat dan gaan we naar foto nummer 2. Joe, dat is mooi. Dat is inderdaad niet verkeerd, hè? Ja, dit is dan inderdaad. Zeker. Ik weet niet of dat nou echt dat is. Want dit ziet er wel echt heel realistisch uit. Ja, het ziet er heel realistisch uit. Ja. Ja, dit is heel veel anders dan wat we normaal gewend zijn. Dit niet toevallig de hoofdpersonage? Want ik heb gehoord, de hoofdpersonage is een vrouw. Ja. Dat zou kunnen, ja. Ik denk dat dit de hoofdpersonage is van GTA 6. Ja, dat zou wel grappig zijn, ja. Ja. Dus dit is volgens mij één van de drie is dit. Ja. Ja. Ja, dat zou wel grappig zijn, dat als het zo uitkomt, of dat wat zo is.
Want het schijnt zo te zijn bij GTA 6 dat het net zo is als bij GTA 5. Ook 3 personages. Je kan bespelen, zeg maar. Ja, ja. Ja, dat zou je dat we zo maar kunnen. Ja. Dat is. De derde foto. Het heeft wel wat goeds om zo te bekijken. Dat is eigenlijk ook een foto van de lucht. Mm-hmm. En dat is deze foto. Oeh. Ja, dat lukt. Heel mooi effect en ook een heel mooi gezicht zo in die hele omgeving zo om te zien. Zo. Stoomsbussen zie ik. Ik zie 2 vrachtwagens. Ja, klopt. Het ziet er echt heel erg mooi uit. Een busje rijden. Als dit de grafiek zijn van GTA 6, wauw. Veel. Ja, in feite veel beter dan de 5. Veel beter. Ja, nee, inderdaad. Ja, Inmiddels verder, hè? Nee, langer zelfs. Ja. En ook vooral bij deze foto is ook dan ook weer die zonsondergang ook dan weer hartstikke mooi om te zien. Ook, die kleur ook zo. Ja, in tijd zijn de graphics wel heel erg veranderd. Mooier geworden. Daar geef ik je gelijk in. Het is door de jaren heen is het steeds meer verbeterd, zeg maar. Ja, precies. Want ze willen werken naar de realiteit, zeg maar. Ja, het heeft wel veel goede dingen om het zo te bekijken. Het is wel een geweldig mooi gezicht ook inderdaad. Het heeft toch... Er zitten wel best wel hele goede dingen aan als je zo bekijkt. Ja, zeker. De volgende. Ja, precies. Eens even kijken. Oeh, het strand. Dat is ook heel mooi. Boven werkelijkheid van alles is dit. Ja, dat doet me heel erg denken aan GTA 5, hè? Die pier, hè? Ja, daar doet inderdaad wel denken. Ja, dat klopt, ja, dat zie ik ook. Maar in feite, bij deze ga ik echt twijfelen of het nou van een spel is of realiteit. Want dat zie je haast niet. Dat zie je echt niet. Echt mooi. Het ziet er echt heel mooi uit. Vooral de golven, hoe ze daar zijn, weet je wel. Ja, dat is ook heel mooi. Echt heel mooi. Ja. Dat is ook wel een mooi effect en ook een mooi zichtpunt dat zo gemaakt is ook. Dat is echt boven natuurlijk aan het worden, dit. Zeker. Ja, klopt. Cool. Dat ik niet verkeerd. het heeft wat, moet ik zeggen. Het heeft wat. Zeker. Ja, ik vind het eigenlijk ook wel... Dat is een paar seconden later opgenomen. Dat is dus deze. Ja. Dit is ook wel heel mooi ook. Dit is ook wel een mooi uitzicht ook. Dat is het, ja. Heel veel gebouwen weer. Mm-hmm. Ja, we hopen dat in GTA 6 ook meer gebouwen toegankelijk zijn, dat je daar naar binnen kan. Ja, dat zou wel geld zijn, ja. Als je dat ook kan... Inderdaad zelfs, want ze willen meer richting... een beetje het 5M willen ze gaan, zeg maar. Ja, GTA 5M, veel meer gebouwen in. Ja. Want bij deel 6, bij deel 5, daar kan je natuurlijk niet bij alle gebouwen naar binnen. Maar misschien wel sommige, maar ik bedoel niet echt werkelijk helemaal alles. Ik speel natuurlijk GTA roleplay heel vaak. En dan zie je gewoon dat je veel meer gebouwen in kan. Ja, inderdaad. En dan staat het ook vooral. Dan dat zou wel beter zijn. Dat zou wel heel leuk zijn bij deel 6. Maar het schijnt ook te zeggen, weet je wel. We gaan dan weer even een stuk terug daarin, weet je wel. Met GTA het begon. Dit speelt zich af in Vice City. Ja. Ze hebben het gezegd, het is in Miami. Ja. Dat is het ding wat we wel kunnen verklappen, zeg maar. Ja, precies, maar voor mij komen die andere steden ook... er ook bij. Die komen waarschijnlijk ook nog allemaal aan bod. Ja. Dus het wordt gewoon gigantisch. Ja, gigantisch. Oh,
Ik denk als ik die spel zou willen hebben, dan moet ik eerst even voor de PlayStation volgende. Of dan moet ik even eerst die volgende PlayStation eerst even voor sparen. En ook eventjes een keertje voor kijken als het erover is. Ja. En dat is heel veel hoge gebouwen. Prachtig. Ja, dat is zeker wel. Echt prachtig. Ja, dat is ook wel heel mooi. Ja. Zo, dat is ook een mooi uitzet ook inderdaad. En dit is ook mooi, de titel die erbij staat. Rockstar. Ja, de Rockstar Blues, ja. Ja, en weet je wat ook opviel? Hoe je rechtsboven kijken, zie je een hoe heet dat? Zo'n vliegtuig. Oh, zo'n vlaggetje. Ja, met zo'n vlaggetje achter. Mag even kijken of ik het even kan vergroten, want... Oh ja, ik ga wat joh, met een vliegtuig. Bestaat dat ook, maar... Ja, wat erop staat, kan ik niet precies lezen. When you can mine, nee, dat... mine. Ja, ja, het is een beetje... Het is een beetje onduidelijk te zien, een beetje onduidelijk. Ja, sommige zie ik wel, maar de rest zie ik nog niet. Nee, maar het ziet er wel heel mooi uit. Ja, maar ik denk in het spel, als je dat, dan denk ik dat je het wel ziet. Ja, precies. Ja, dat doen we denk ik. Dat zou wel mooi zijn. Dat zou wel kikken zijn inderdaad. Super. Ja, het geeft wel een heel mooi uitzicht. Dit is de personage in-game. Oh ja. Zo. Ja. Zo. Oh ja, dat is inderdaad wel. Dat ziet er echt heel mooi gedetailleerd uit, zeg. Ja, precies. Het is eigenlijk net alsof het helemaal sprikkend echt is ook eigenlijk. Zeg maar. Ja, dat is het ook. Wat een detail. Ja, dat ik vind het wel, ik vind het wel heel verbeterd. Dat ook precies net echt lijkt een beetje ook, zeg maar. Dat vind ik misschien wel wat hebben eigenlijk. Ja. Ja, maar ik denk ook heel veel mensen die gaan dit echt allemaal spelen. Dat weet ik 100% zeker. Nou, ik sowieso. Ja, dat denk ik. Ik ga dit sowieso spelen. Ja. Ja, ja, als maar je hebt ook wel eigenlijk, want als ik deze spel wil spelen, dan moet ik eerst even voor de PlayStation, die nieuwere PlayStation in ieder geval, doe ik dan eventjes even voor het parallel eerst eventjes. Dus dat zou wel heel goed wezen. want het is ook vooral jammer. Ik vind het ook vooral jammer dat deze spel dan niet voor de PlayStation 4 is. Dat vind ik dan wel jammer. Maar dat is ook helaas niet anders. De details zijn ook heel erg omhoog gegaan. Ja. Dus ja. Ja, precies. De details zijn echt dat omhoog gegaan. Ja, klopt. Ja, dat is ook wel begrijpelijk. Dat, dus dan moet de computer ook... Dan moet de computer ook meer kunnen. Ja, daarom. Ja, dat ook wat zeker is. Ja, dat wil je. Het is zeg een beetje de vaste dingen die bij horen. Prachtig. Nou, dan gaan we naar de volgende foto. Joe. En de volgende foto, dan moet je heel goed kijken. Ja. Dat viel me echt op in de trailer. Oké, dat wil ik dus even dichterbij bekijken. Dat is dus deze. Ja, dat je met zo'n soort windboot, dat je door het moeras heen gaat. Ja, die dingen. Ja, hoeveelkracht dat, hè? Hoeveelkracht of zoiets. Hoeveelkracht, ja. Ja, dat is het. Ja. Bizar. Dat is ook wel heel gaaf om te zien. Ook, als je dat kan zeggen. Zo. Ja, dat zou ik kijken. Zo. Ja, maar als je alleen niet naar de hoeverkant kijkt, maar eromheen, weet je wel. Het is gewoon een moerasachtig gebied, is het. Ja. Ik zie dat ook inderdaad. Ja. Dan zie je een beetje tussen een paar boompjes en een beetje dat moerasachtig iets. En dan zo die lucht. Dat is ook... het geeft wel een beetje een heel ander zit ook inderdaad. Ja, inderdaad. Echt bizar. Dat viel me gelijk. Ja, dat is ook. En wat me heel erg opviel, dat is de volgende foto. En dat is dus deze. Even wachten, moet ik even... Oh ja, dat is hier allemaal van die vliegende... Flamingo's! Bizar, hè? Ja, dat is zeker bizar, zo. Ja, joh. Het is wel een heel mooi gezicht ook, zo om te zien. Zo in het geheel ook eigenlijk. Echt bizar. Ja, dat is zeker. Ja,
Ja, want dit is ook wel, is ook wel bizar dan met GTA 5. In GTA 5 zie je ook wel dieren, maar zoals ik de trailer zag in de serie, zie je er nog veel en veel meer. Ja, ja, want er komt zo nog een, er komt nog zo een screenshot en er komt nog een ander dier voor. Dat viel me ook op. Oh, ja. Dat viel je ook dus op. Yep. Nou, dan gaan we naar de volgende foto. En dat is dus een detail van de gebouwen in GTA 6. De details, dat is wel mooi. Moet je eens kijken hoe gedetailleerd het is. Oh, zo, dit is wel helemaal mooi, zeg. Ja, maar dit is echt niet onderscheiden met echt. Dit is echt bizar. Of, ja, dit echt, ja, het is echt. Wauw. Nee, ik vind... Ik vind eigenlijk ook ik vind deze plaatje ook een beetje net lijken alsof het ook net echt lijkt, ook een beetje, zeg maar. Beetje omdat het net echt is. Het geeft je het gevoel dat je gewoon ervoor staat. Ja. Dat het daar nog zou. Ook al die gordijnen die je ziet. Ja. Ja. Ja, je moet inderdaad zo zien, Rob. Het is net alsof je ervoor staat. We zijn wel allemaal bij dezelfde winkel geweest om een gordijn te halen. Want ze zijn allemaal wit. Maar ik vind het echt fucking bizar. Ja, ik vind het ook. Is het ook. Ik vind het ook waanzinnig mooi om te zien. Ook, dat is ook niet verkeerd. Dan zie je ook die mooie... Nou, de volgende dan foto. Dan zie je echt zo die mooie dan daar zo. Ja, mooi hè. Ja, dat is zeker mooi. Dat is niet gek inderdaad. De foto is dus deze. Oké. Okay. Havengebied. Ja. Ik echt denk aan GTA 5. Zo met dat had ik ook toen ik het trailer zag. Ja, ik kan dat ook wel best wel herkennen. Ja, dat scheuren met dat, je boot. Hoe vaak wij dat niet gedaan hebben. Ja. Ja, dat hebben we wel gedaan. Dat hebben we ook al vaak gedaan. Heel vaak. Door de haven heen scheuren met je bootje. Zo. Ja. Ja, dat was ook wel leuk. Ja. Dat was ook wel leuk dat in het spel even lekker schurk in de water. Boop. Echt bizar. Ja, inderdaad. Dat is niet normaal dit. Nee, precies. Echt. Ik heb daar haast geen woorden voor eigenlijk. Mooi way. Nee. Het is zeker waanzinnig mooi. Het is echt een... Het is heel moeilijk om het te omschrijven ook, zeg maar. Okay. Zo, deze is ook wel leuk. Dit is ook wel heel wel een, leuke... Half uit de auto. Ja, dat is ook wel grappig om te zien ook. Ja. Echt, dat is een beetje... Dit is een bepaalde nachtleven, zeg maar. Nachtleven, ja. Ja. Maar ook zo gedetailleerd, dat haar zo, hè. En dat rokje aan. Echt zo gedetailleerd. Ja. Ja, alsof ze helemaal spreken, dat is eigenlijk dan maar zeg maar. Het heeft wel goed. Het heeft zo'n goede dingetjes, moet ik zeggen. Maar. Het heeft ook goede dingen, want zoals je het nu allemaal terugkijkt, dan ziet het er allemaal gewoon. Ja, veel gelijk eruit. Veel mooier. Ja, inderdaad. Ja, precies. Nou, de volgende foto, weer naakt. Ja. Met een helikopter in de lucht in. Ja, half naakt. Ja. Maar een helikopter in de lucht in. Ja, strand. Ja, precies. Hè. De algemene strand inderdaad. Dat is ook niet verkeerd. Mooie vrouwen, spierbundels van mannen. Ja, ja. Ja, precies. Een beetje de vaste ritueel dingen die erbij horen. Maar ja, dat is, met een trailertje in het water. Om een bootje eruit te kunnen doen. Op het water. Ja. Ik zie het inderdaad. Ja. Mooi. Echt mooi. Ja. Ja, dat is wel leuk zo. Vooral op die omgeving is ook wel leuk om te zien ook. Dat is ook niet verkeerd. Nee, inderdaad. Want het ziet er echt fenomenaal uit. Echt. Ik heb wat ik net al zei, weet je. Ik heb er geen andere woorden voor eigenlijk. Nee, hè? Bizar. Nee, precies. Ja. Ja, dat is zeker. Disco. Och, jee, nee, ja. Doe me ook heel erg denken aan GTA 6. Serieus? Nee, nou ga ik echt twijfelen. Is dit nou serieus een disco of is dit nou de stripclub? Want ja, voor mij is het stripclub en discotheek in één. Ja, dat kan je wel zien, ja. Echt bizar. Dat zie ik wel.
Ja, op zich wel grappig om te zien. Ja, wel grappig. Het heeft wel wat goed. Op zich wel een leuk lachertje inderdaad ook. Ja, precies. Het, ja, dat is ook wel een leuke omgeving. Ook wel leuk om te zien zoals plaatje of voorbeeldje. Zo. Inderdaad, ja. En deze dan. Ja, ook als we spreken het echt. In die gouden ketting. Hmm? Ja. Mooi hoor. Oh. Ja. Het weer helemaal spreekt het echt gewoon eigenlijk van ja. Hoe het eruit ziet eigenlijk. Maar dit is ook weer het leven van bendes, hè, en dat soort dingen. Ja. Hè? Hetzelfde als GTA 5. Ja. Echt bendes die criminele dingen uithalen. En binnenkort GTA 6 wel eens een bende infecteren, weet je wel. Dat klopt. Deel van uitmaakt. Ja, precies. Het zou mooi wezen als je dan in zo'n bende kan komen. En hoe langer je dan er bent, dat je dan meer respect krijgt en dat je dan hoger op kan komen, weet je wel, in zo'n bende. Dat je uiteindelijk baas wordt in zo'n bende. Ja, inderdaad. Dat zou wel heel mooi zijn als dat zou kunnen op die manier. Dat zou wel echt gaan. Ja, dat zou zeker wel heel mooi zijn. Ja, nee, maar bovenaan. Dat kan juist. Ook zoals Kevin, die vindt het ook heel mooi om te zien. Ja, Kevin, die zit ook mee te kijken naar de screenshots. Ja, klopt. Ik zie het in dat. Ja, dat en dan moet je nagaan, hè, dat hij niet zo. Nee, hij is niet zo GTA. Hij heeft het een tijdje gedaan. Maar ja. Hij is ook weer heel snel. Hij was een van de eerste die er weer mee stopte. Sorry. Dat was bij fout, denk ik. wat was jouw fout? Omdat ik hem te vaak overhoop had geschoten. Dat is het juist, denk ik. Oh, zo is dat altijd zo. Ja, joh. Ja, dat kan ik wel doen. Maar aan de andere kant, kijk, zie ik... Mijn broer, die is zo niet zo'n gamer, maar hij vindt het wel mooi. Dat moet je niet zeggen. Hij gamet niet. Nee. Dus. Nee, daarom juist. Ik denk dat hij dit ook gaat doen. Ja, dat weet ik wel zeker. Dat weet ik ook. Ook al zegt hij van niet, maar hij doet het wel. Ja. Als ik hem ken als mijn broer, ja, hij weet het zeker. Dus. Ja, dat zou wel goed weten. Het is ook weer zo'n hele mooie plaatje. Of zo'n hele mooie omgeving. Geval, zo. Ja. Ik gelijk ook weer verder met de foto's, want anders duurt het zo lang. Oh, ja, hou op zeg. Details zeg. Ja, dit is ook hartstikke mooi op zo die hele omgeving. Hé, wat zeg je nou? Om je vingers maar op te likken. Zo mooi is het. Ja, denk daarom. Prachtig. Ja. Ik denk als iedereen die zit te kijken naar dit, denk ik ook van... Je zit echt heel te zenuwen van, ik wil het. Weet je wel, want... Ja. Ook zo. Ook zoals ik zou doorgaan, zou spelletje ook best wel heel graag willen. Maar moet ik eerst sparen voor die andere PlayStation? Ja, precies. Ja, nee, maar dat is het juist. Dat moet ik zelf ook doen. Ik ook. Ja, daarom even kruid sparen en dan een risico proberen. Maar de trailer bovenal, jongens, hè, dat is... Ja. Dat is nog tot nu toe echt de best bekeken trailer van de eeuw. Ja, maar je weet hoeveel mensen dat gezien hebben. Nou, echt iedereen. Als ik het voor mezelf zie, dan is het gewoon een kwestie van zo weinig mogelijk uitgeven en dan zo meer mogelijk sparren en dan voort heb ik zo die andere kwestie. Ja, dat is kicken. Die moeten ze gewoon inhouden, ja. En deze dan? Oh. Die moeten ze echt inhouden. Lowriders. Ja. Serieus. Oh, ja. Lowriders. Die lukt wel heel knap. Ja, die is zeker wel gaaf, ja. Zo. Moet je dat gebouw zo weer als in GTA 5 moeten ze dat gewoon ook zo houden. Heb je dat gebouw met twee ogen? Een blauwe oog en een rood oog. Grappig. Mooi man. Ja, dat is echt mooi. Ja, dat is ook leuk. Dat is ook leuk gedaan, weet je wel. Ja, het is echt interessant. Ja, dat we wel heel graag voor zitten natuurlijk. Ja, maar weet je wat het andere leuke is? Als die paaltje met al die stroomdraden, is ook... Dat is echt typisch Amerikaans, hè? Ja. Ja. Zeker. Ja, klopt. Ik zie het ook inderdaad. Zo, dat is echt
Dat is wel heel graag van te zien, ook van die auto's, maar ook gewoon de rest van de omgeving is ook wel heel graag van te zien. Ook. Ja, nee, ik bedoel, die al die zwarte draden, weet je wel, die zie je in die lage achterwijken, weet je wel. Ja, precies. Dat ook, echt de ghetto, zeg maar. Ja. Zeg maar, deze volgende afbeelding, dat is ook niet verkeerd, dat is ook wel zo, helemaal misschien ook. Wow. Dat is zeker mooi. Dat is echt niet verkeerd. Nee, zeker niet. Ik ga steeds meer in GTA 6. Ik ga steeds veel meer bieden. Er gaan feestjes georganiseerd worden in GTA 6. Ja. Ik ga steeds veel meer benieuwd zijn hoe die werkelijk interact is, maar ook vooral met spelen dan. Er zijn natuurlijk ook heel veel feesten en zo. Maar nu gaat het ook weer gebeuren. De volgende foto. Ja, natuurlijk, maar dat moet zo'n deel wel. Dat hoort er allemaal bij. Ja, precies. Op de grond zit. En dan weer allemaal vrouwen en allemaal auto's. Hele drukke winkelstraat. Prachtig. Oh joh, ja. Oh, kijk nou. Ja, die vent die op de grond zit, ja. Zo. Oké, dat is... Die sportwagens. Ja, die is zeker mooi. Die lang is zo. Die is ook wel gaaf. Ja. Zo. Dat is ook wel heel gaaf. Want die auto's die achter elkaar hebben. Die witte en die rode, die komen wel heel bekend voor. Hè? Ja, hè? Oh ja. Ja, in 5 ook hetzelfde. Ja, precies. Oh ja, dat is ook wel een beetje. Dat is ook niet verkeerd. Prachtig. En misschien zullen er ook wel best wel een hoop tussen zitten die misschien wat minder bekend zijn, dat weet ik niet, maar dat zal wel. Dat is, ja, ik denk dat daar ook wel denk ik allemaal veranderingen in komen. Ja, dat zullen we denk ik wel gaan genoeg zien als ze zo weer denk ik. Dat is zeker wel. Ja. Het heeft wel wat goeds. Dan zie je een beetje een volgend plaatje. Dat is ook dat die verkeerd. Ook mooi. Ook mooi om te zien. Maar die details. Ja. Zo'n poolparty. Ja, zo'n soort poolparty, maar die details. Echt niet normaal. Nee. Ook zelfs deze mensen op het spel, dan is het ook alsof het helemaal net echt is. Gewoon hoe ze eruit zien. Ja, alsof het helemaal sprekend echt is, zoals lijkt dan eigenlijk. Maar het heeft wel wat goeds om zo te bekijken. Ja, maar echt in verre weg. Rockstar heeft hiermee zich eigen flink overtroffen. Echt serieus. Ja, maar dat is eigenlijk al een klein beetje met Red Dead Redemption. Dat was ook al veel gedetailleerder dan dat het eerst was. Ja. Ja. Nee, dat was ook heel waar, want dat was ook helemaal gedetailleerd. Ja. Maar dit, nee, het is echt bizar. Het is wel weer een paar levels hoger dan. Ja, dat ook weer niet niks natuurlijk. Nee, dit is gewoon heel bizar. Ja, precies. En, ik vind het ook wel best wel. Dit is ook best wel een mooie omgeving zo op die plaatjes of op die afbeelding. Dat is ook wel een mooie achtergrond en ook een mooie, gewoon mooie omgeving. Dat is ook Nou, de volgende. Het heeft volgende? Feest op de boot. Feest op de boot, ja. Dat... Ja, dat is ook niet verkeerd. Prachtig, ja. Ja, dat is ook wel. Ja, maar dat zijn echt de meeste dingen wat echt Amerikaans zijn, weet je wel. Ja, precies. Dat zie je het ook vaak, hè? Heel erg. Ja. Van die feestjes die ze moeten organiseren. Ja. Ja, inderdaad. Het is inderdaad wel een mooi zichtpunt zo ook. Het is wel wat goeds. Dat is op zich toch wel weer alleen maar leuk als je op zijn boot lekker zo'n fietsje kan maken. Zo, dan heeft het wat. Ja, die krokodil. Ik dacht al, wat de fuck, wat de shit is dit, zeg hij. Oh ja. Grappig. Heb je echt ineens met krokodillen te maken ook? Oh ja, we lachen heel grappig. Zo, kijk, die zie je gewoon. Ja, maar die krokodillen, die zie je nooit. Of die zie je sowieso niet bij deel 5. Dat zie je dan sowieso niet. Nee, daar zei ik net al van. Er zijn gewoon nieuwe dieren bijgekomen.
Ja, dat, precies. Ja. Bij deel 6 zal je echt wel heel veel echt nog nieuwere dingen tegenkomen. Wat je dan weer bij dan weer niet hebt, zal maar zeggen. dat is op zich wel lachen, eigenlijk, inderdaad. Ja, inderdaad. Gaat het weer? Sorry voor mijn hoesten, maar af en toe dan, ja, ik ben nog niet helemaal. Maar het maakt niet uit. Ja, dit is echt hartstikke mooi uitzicht. Zo, ja, zeker wel. Ja, die is zeker wel mooi. Zo, vooral die grote zee dan zo. Of dat hele grote water zo. Dat is ook wel een mooi dichtpunt ook zo. Dat ook vooral die hele grote omgeving ook weer. Dat is ook zo ook weer wel heel mooi te zien. Dan zo ja, maar die watervliegtuig, weet je wel. Dat is ook zo zoiets. Ja, dat is ook wel mooi. Ja, dat is ook niet verkeerd inderdaad. Maar wat het andere mooie is, weet je wel, dat je de bodem ziet van het water. Hè? Ja, bizar. Ja, dat zie ik ook een beetje. Ja, dat zie ik ook een beetje. Inderdaad, ja. Dat zie ik ook een beetje. Ja. Ja, dat zie ik ook een gedeelte daarvan inderdaad. Dat zie ik ook wat hier en daar wat delen waar je de bodem ziet van. Dat is op zich ook niet verkeerd. Yes. We gaan een beetje tempo maken. De krokodil in de winkel. Oh ja. Oké, okay. Een winkeltje, of ja, even weer een winkel. Hallo, daar loopt gewoon de winkel in. Ja, ik zie het, ja. Lach, hoor. Grappig, zie je gewoon inderdaad daar zo die deur gewoon binnen lopen. Ja, dat klopt, ja, zie je dat ook. Zo, dat is wel grappig. Ja, maar in het echt, nee. Zou je dit heel weinig zien? Ja, nee, precies. Nee, het is wel leuk natuurlijk. Ja, precies. Dat. Even kijken. Ja, de bekende bierpomp. Ja, het tankstation, ja, dat is ook niet gek. Arrowed. Alleen, ze hebben nou een andere naam gegeven. Ja, dat viel mij ook op. Arrow, ja. 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 Ja, dat doe je dat niet. Het ziet er wel hetzelfde uit, maar het toch een andere naam en ook andere kleur. Oh ja. Ja, een beetje weer wat anders. Een beetje, dat... Want in feite, in GTA 5 had het nog geen kleur, toch? Wel? Ja, misschien is het volgens mij niet. Dat, Dit is wat je ook trouwens heel veel ziet in Amerika. Ja. Dat is. Die gasten die uitstappen en dan ja, gek gaan lopen doen. Die ook heel veel in de ja. Ja, voor die macho mannetjes zijn dat, hè? Ja. Weet je wel. Ja, precies. Weet je wel. Ja. Nee, ik wil het nog eens hier. Dan een beetje ja, raar gaan doen, maar dat, ja, dat is wel leuk natuurlijk. Zo dan, dit is ook weer zo'n mooi plaatje om te zien zo, op de achtergrond zo eigenlijk. Zo. Oh ja, dat zal het ronddriften zijn. Oh ja, dat zou ook kunnen, ja. Ik denk dat zoiets misschien zal zijn, denk ik. Dat zou ik dat niet verkeerd eigenlijk om zo te bekijken. Nee, nou. Eens even kijken. Maar ik vind het echt bizar. Ja, dat is zeker. Ja, dat is inderdaad wel bizar. Dat is echt niet verkeerd, moet ik zeggen. Dan zie je zo op die weg, zie je zo overal mannetjes zo, of overal mensen zo staan. Zo. Wat grappig. Nou ja, grappig. Het is gewoon. Het is ook bizar. Ja. Het is gewoon waanzinnig. Ja, klopt. Ja, het is gewoon echt, echt iets speciaals. Het heeft wel wat goeds. Ik heb hier nog een foto van de politie. Oh ja. Ook weer niet gek. Eens even kijken. Ja, dat is. Oh ja, ik zie het, ja. Dan zie je inderdaad een politie. Dat is, ja, dat is wel, ook wel, wel mooi te zien. Ja. Dat is ook niet gek.
Dat is wel... Bizar. En dat is echt... Ja, dat is echt inderdaad wel... het heeft ook wel iets speciaals, een beetje zo... om zo heel die achtergrond zo te bekijken. Het heeft wel wat goeds. Het geeft inderdaad wel een mooi zichtpunt ook zo. Dat is inderdaad wel beter. Deze is ook bizar. Ja, auto-ongeluk. Auto-ongeluk. Uit op je kop. Ik zie het. Dat zie je, echt, zie je overal. Mooi gedetailleerd. Ja. Dat heb ik inderdaad. Alsof het echt is een beetje zo gemaakt. Ja, klopt. Ja. Het is echt helemaal alsof het spreekt echt is inderdaad. Op zich is het wel heel mooi. Hoe Rob eruit ziet als hij de tuin gaat doen. Zo ziet het eruit als hij de tuin doet. Ja, een soort van beetje, maar... Oh ja. Oh mijn god, echt serieus. Even plantjes wat geven. Mooi afje. Ja, hij lijkt inderdaad een beetje op mij. Ja. Ja, een soort van dan inderdaad. Wel veel. Maar dan mag je eerst zo die tent lang zo en dan... Dan zie je zo dat wat zo erg gaan. Ja, en mooi afzien. Een crossmotor, hè? Ja. Ja. Zo, oh ja, die is ook wel heel gaaf om te zien. Ook, zo, dat is ook wel kick ja, eigenlijk. Crossmotor, kwatsjes, ja, noem maar op. En een beetje van die kwatsen, ja. Ja, dat is ook wel kick inderdaad. Dat is ook wel gaaf. Nou, als ik zo al die plaatjes bekijk, jongen, ik zelf krijg er steeds veel meer zin in om dat spel te willen nemen. Ja, dat heb ik ook. Ja, dat heb ik ook. Ja, ik denk voor de meeste kijkers die dan dit zien, denk ik ook van, dat spel moet ik echt hebben, want... Ja, als het maar ligt, dan wil ik hem ook mezelf door gaan hebben. Maar dan moet ik eerst sparen voor die PlayStation eerst. Ja, dat snap ik. Ja, precies. Dirtbikes, nee, dirtbags, kopfilter stoppen, those motorbikes, terrorism, Vice City. Ja, al die tuig. Altijd dat tuig maar. Ja, altijd maar weer dat tuigje. Ja, altijd dat tuig, hè? Heel dat simpel tuig. Van. Ja, helemaal simpel met vlagwimpel. Ja, dat is ook wel mooi uitzicht zo. Hé, wat? Hey, Ramon heeft weer een nieuwe. Ja? Heel nieuwe? Simpel met Van Rimpel. Dat is weer een nieuwe van Ramon. Weet je weer wat anders, hè? Weet je weer wat anders? Hij heeft weer een nieuwe erbij voor het statenboek. Nou, deze, de High Rollers. Lifestyle. Oh ja. Bij vlag en wimpel, dan houdt het altijd simpel. Mooi, ja, maar Ramon, jij hield het altijd simpel, dus. Ja, daarom hebben we. Ja, ziet er mooi uit. Ziet er inderdaad heel mooi uit, ja. Ja, dat is zeker dat is niet verkeerd. Beter reuring. Ja, ik denk als het zover is, weet je wel, iedereen kan maar niet wachten om dat te kunnen spelen, echt. Zeker weten. Echt? Ja. Nou, hetzelfde wat GTA 5 was, hè? Die overval, hè? De volgende auto. Ja, mooi. Eén ding is zeker... Allemaal verschillende spullen. Ik zie flessen. Ja. Ik zie het, ja. En andere spullen zie ik allemaal. Een monitor. Ziet er ja. Prachtig. Ja, dat is zeker wel... Ja, dat is zeker wel... Sneller doorheen. Deze vond ik ook bizar, Rob. Deze was bizar. Ja, dat is inderdaad niet verkeerd. Dat is ook wel heel knap om te zien. Inderdaad. Deze hier zo. Oh ja, deze inderdaad. Oké. Okay. Corrections. Oh ja, die is ook wel heel mooi. Erbij. Misschien kan je al zelf die tatoeages kiezen nou. Oh, kijk er. Ja, inderdaad. Aan die fantasy, ja. Zo beter. Ja, dat is ook niet verkeerd. Oh ja, inderdaad, ja, want in feite kon je kiezen, maar dan kreeg je juist gelijk erop getatoeëerd, maar ik denk dat je deze een keuze kan maken van wat je wil. Ja, het zou wel heel mooi wezen.
Ja, nee, daar geef ik grote gelijk in, want dat moet ook een keertje veranderd worden. Weet je wel. En aan de andere kant, er moeten nog ook heel wat andere dingen bij komen, zeg maar. Zeker. Ook niet gek. Moet je kijken, die details bij de volgende. Oh. Oorbel, en er zit ook die plukjes haar, zie je. Ja, het is gewoon om eng van te worden. Echt serieus. Je kan haast geen onderscheid in maken, weet je wel. Ja. Karakters die je ziet, je weet niet of het nep of echt is. Precies. Dat zie je gewoon niet. Ja, precies. Dat is wel lastig te zien. Dat is wel lastig. Ja. Maar aan de ene kant, dat maakt het juist mooier van een spel. Ja. Op zich is het ook best wel heel mooi qua afbeelding. Mooi, hè? Zo. Die overvallen zo. Ja, dit is ook alsof het net echt is. De laatste. Oeh, musselcar. Echt wel gaaf uit. Ja. Ja, prachtig. Dat is ook inderdaad niet verkeerd. Nee, inderdaad. Beetje... Als je dit allemaal bij elkaar telt, ja. Wauw. Ja, inderdaad. Oh ja, deze. Maar inderdaad, wauw. Ja, dat is zeker wel super gaaf. Ja. Ja. Ook vooral die auto's en ook vooral die omgeving van die allebei de foto's. Dan is het natuurlijk weer zo'n goede ding inderdaad. Wacht hoor, ik doe wat verkeerd. Oh, kan gebeuren. Gaan we fout. Even kijken. Ja, dat waren de foto's. Ja, ik moet toch even, ik vond ze echt super gaaf, al die foto's. Ik vond ze echt waanzinnig mooi ook. En ook heel gaaf ook, hoe alles een beetje zo eruit ziet. Ook, ik vond ze allemaal, ik vond het echt helemaal goed gekut ook eigenlijk, al die plaatjes. Ik vond ze echt wel goed gekut. Ik vind ze echt wel goed, moet ik zeggen. Het prachtig uit. Nou ja, we moeten nog 2 jaar wachten. En dan gaan we dan gaan we het wel zien. Ja, dat, precies. Dat is net minder. Je moet je zo lang wachten natuurlijk. Hè, want... Ja, dat is... Dat is echt en is een nadeel van wachten inderdaad. Ja. Dat is even helaas maar niet anders dan. Maar... Nee, maar dat maakt ook niet uit. Want die 2 jaar is toch zo voorbij. Dus... Ja, daarom. Dus. De video, jongens. Ik bedank... Rob wil ik bedanken voor deze podcast. Nou, graag gedaan. En Ramon wil ik ook bedanken. Ja, en ook graag dan ook inderdaad. Dat is ook weer super. En laat ik zeggen, jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe het duimpje de lucht in. En abonneer. En ik ga drinken. Want mijn stem is helemaal naar de knoppen. Jongens, groetjes. Bye bye. Hoi. Yo. Later.